Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Ultrex. De enige rechte natuurlijk. Nou, het is vrijdag, het is weekend. En jullie gaan het pas na het weekend zien. Maar ik ga in ieder geval van het weekend ga ik weer wat doen. Hé, eindelijk zeg. Eindelijk ga ik weer wat doen. Ik ga morgen naar 100% auto live ga ik. Normaal vroeger heette het altijd 100% tuning. Ja, een ander naampie. 100% auto live. Vroeger dus 100% tuning. Daar ga ik naartoe. En ik ga natuurlijk niet alleen. Ik ga met Joost, met Ramoski en met Rob ga ik daar naartoe. Ik wou bijna weer zeggen met Kevin. Ja, ik ben altijd zo gewend om met Kevin mee te gaan. Vanmiddag zei ik tegen Kevin van joh, we moeten zo en zo laat spreken we af. Ik zei, oh ja, ik ben zo gewend dat je meegaat. Kevin gaat niet mee. Kevin, je hebt er niet zoveel zin in. Ja, als je iets niet leuk vindt, ja, dan is het zonde om daar naartoe te gaan. Het is toch €30 voor een kaartje of zo en €40 aan de deur. Ik heb een early bird ticket heb ik. Ik heb hem online gekocht al eerder. Een early bird ticket heet dat. En ik krijg €10 korting. Ik kan met €10 korting kan ik daar naartoe. Rob en Joost ook. Ja, Ramon die kon weer niet. Ramon die kon het niet online kopen. Dus die moet wel €10 extra betalen. Die is €40 kwijt. Maar ik heb er zin in, jongens. Eindelijk weer eens even een evenement. Eindelijk weer eens een keertje even wat te doen. Want het is al zo lang geleden. Dat ik iets echt een officiële iets ging doen of zo. Wandelingen gedaan. Heel veel binnenvlos opgenomen. Games opgenomen. Euro Truck Simulator heb ik trouwens ook weer een nieuwtje van. een heleboel dingen wat wat ik gedaan heb eigenlijk. Maar niet echt een soort evenement. Een pretpark of zo. Of kermis. Of ergens naartoe of zo. Eindelijk weer eens een keertje. Ik ben echt wel weer blij dat we weer dat ik weer ergens naartoe ga. Want die kant op. Ja, je zag het, hè? Het was een schijnbeweging. Ik wou die kant op lopen, maar ik had de lamp nog niet aangezet. Dus blijf het kanaal in de gaten houden. Blijf in de gaten, zegt Peter Pan altijd. Want er gaat dus weer een leuke vlog aankomen. En dat is dus 100% auto live. En gaan we er wel weer een leuke dag van maken. Natuurlijk neem ik de camera mee. Kijk, ik ben hem al aan het opladen. Er zitten alweer twee batterijen. Deze is al opgeladen al. Deze moet nog eventjes op 100 zien te krijgen. Hij staat nu nog steeds op 99. En dan ga ik de batterij die nu in de camera zit, ga ik ook helemaal vollaaien. Zodat ik 3 accupacks mee heb om het te filmen. Want ja, natuurlijk ga ik weer een vlog maken. Waarschijnlijk. Ik ga er morgen heen en waarschijnlijk komt dan maandag komt de première. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik weet nog niet of dat ik zondag ook nog wat ga filmen. Ik zeg elke keer van ja, ik ga zondag proberen ook te filmen. En elke keer komt het op zondag niet van. Dan heb ik eigenlijk geen zin om de deur uit te gaan. Van de week was ik natuurlijk eventjes mijn park even wezen wandelen. Dus toen dacht ik bij mij van nou, dan gaan we daar filmen. En dan doe ik vanmiddag, ga ik er nog ergens anders heen. Nou, jullie hebben het gezien, er is niks van gekomen. Ik heb alleen die film in het park opgenomen. En de rest van de dag heb ik eigenlijk niks gefilmd. Dus in ieder geval heb ik er heel veel zin in. Eindelijk weer eens een keer een groot evenement en een première natuurlijk. Want deze vlog gaat natuurlijk in première. Die van 100% Autolife. Die wil ik in première doen. Het is wel leuk om even lekker met z'n allen naar de video te kijken hoe die geworden is. In ieder geval heb ik heel veel zin in. Dat heb ik al 3 keer gezegd. We gaan er een leuke dag van maken. En dat is eigenlijk het belangrijkste eigenlijk. Ik ga hem ook weer neerleggen. Dit was even de vlog.
Jullie weten het dus, maandag of dinsdag de première van 100% Autolive. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video of livestream is. En ik kan alleen maar zeggen, de groeten van deze kant. En ja, jongens, tot de volgende vlog maar weer. Trouwens, nog even één dingetje. Ik heb bijna de 1000, even kijken, nee, ik zeg het verkeerd, ja, 1000. 1200. Ja, bijna 1200 abonnees. Ik wou bijna zeggen 1020, maar nee, ik ben inmiddels al alweer een heel stuk verder. Ik zit alweer bijna op 1200 abonnees, jongens. Het gaat echt hard, gaat het. Ik wou trouwens nog wat zeggen, want ik zei het er net, maar ik was het alweer bijna vergeten op te nemen. Euro Truck Simulator is een hele hoop gebeurd. Ik heb een nieuwe vrachtwagen gekocht, ik heb een nieuwe trailer gekocht. Ja, het geld nou, gaat nou een beetje binnenstromen. Ik heb wel gecheat hoor, Ik heb een beetje vals gespeeld. Maar ik heb nu wat meer geld. En ik heb een eigen vrachtwagen en een eigen trailer gekocht, dus dat is wel heel erg leuk. En ja... maandag kunnen jullie weer een video kijken van Euro Truck Simulator. Jongens, ik ga hem neerleggen. Ik bedank jullie allemaal. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog. En dat is dus in Ahoy bij 100% Autolive. Jongens, groetjes. Bye bye. Hoi.